Wij zijn een tour aan het maken op een speciaal manier. We hebben die ontworpen bij buitenlandse stage bij Portugal. En ja, dat is een speciaal tour omdat je kunt die stukken uiteenschuiven zogezegd, tot dat makkelijker is om in te laaien in de auto. En ook tot je, als we die deur eenmaal geplaatst hebben, tot we de scharnieren van plaats kunnen veranderen, tot we die links of rechts kunnen zetten, die scharnieren, tot we die op een verschillende manier kunnen opendoen. We gaan elk jaar met een project op buitenlandse stage. En dan zitten we samen rond een tafel en een idee bedenken daar. Vorig jaar is het daar uitgekomen dan. Het is wel belangrijk voor de leerlingen om ook nog eens iets anders te doen dan hun gewone lessen. Waarom? Binnen een paar maanden studeren ze af. En dan staat er ook nog van alles te wachten op de arbeidsmarkt. Dus het is wel eens interessant voor de leerlingen. Ja, dit is dan het schaalmodel. Hier zijn dan die scharnieren waar ik over bezig was. Die steken dan nu aan deze kant in. Maar als je dan wil bijvoorbeeld dat die dan hier steken, dat die dan gewoon als ze eenmaal geplaatst zijn, tot je de scharnieren van kant kunt wisselen. Het moeilijkste was eigenlijk zo gezegd dat al die stukken schoon uit elkaar konden schuiven, dat alles schoon dicht zat, dat het fatsoenlijk was afgewerkt. Ja, ik vind het niet zo leuk om elke dag ergens in een fabriek of zo te gaan staan en hout, daar zit veel variatie in en daar kun je ja, veel mee doen. En ik vind het dan plezant om te doen ook, dus dat is wel een goede keuze geweest.